Hallo en welkom op mijn kanaal. En er werd mij gevraagd of ik ook iets bijhield nu we in de coronacrisis zitten. Ja, dat doe ik en dat wil ik jullie laten zien. Ik schrijf een soort dagboekjes, verhaaltjes in DCTN. Daar heb ik omslagen voor waar ik ze dan weer in kan doen. En ik doe hier eigenlijk van alles in. Schrijven, plakken, wat ik leuk vind. En het echte corona-verhaal begint voor mij op 14 maart. En het heeft ermee te maken dat mijn man in de kwetsbare groep zit. Mijn man heeft een harttransplantatie gehad. En de week voor 14 maart kregen we te horen dat hij een ander virus had, het CMV-virus. En dat hij daarvoor behandeld moest worden. En eigenlijk werd dat bij ons wat verweven met het verhaal corona. Dus vandaar dat het bij mij daar begint. Ik leg het CMV-virus hier vast, maar ook hier wordt het verhaal van het coronavirus met de lege schappen en de tekening daarvan vastgelegd. Dus de verhaaltjes erbij, de flattende curve, voor mij zijn dat wel dingen waar ik dan weer naar terug wil kijken. Maar ook hoe wij daar zelf mee om zijn gegaan, zoals mijn zoon die studeert aan de universiteit. Die nu thuis moest gaan studeren, die zijn tv aan zijn laptop heeft gehangen om twee beeldschermen te krijgen. Ik heb zelf een beetje bijgehouden het aantal besmettingen, overlijden, ziekenhuisopname, grafiek. Ook het moment van 21 maart, hoe ver de besmettingen waren. En wij wonen in Drenthe, dus het is nog steeds en was nog steeds redelijk ver van ons bedshow. Het komt wel steeds dichterbij. Ik ben thuis gaan werken, dat heb ik vastgelegd. De toespraak van premier Rutte, dat leg ik er dan ook in vast. En nou, dit is dan het tweede boekje. Het zijn boekjes van DLS trouwens, mochten jullie geïnteresseerd zijn. Te koop bij Scrapty Light. Hier ook wat dingen, de Jumbo die dingen aangeeft over hoe we ermee om moeten gaan in de winkel. De toespraak van onze koning Willem-Alexander. Wat memes die voorbij komen die ik van belang vind. Ik doe een scrapbooking, dus leuke kaartjes die daaruit komen heb ik hier ook in vastgelegd. Nou, social distancing. Soms een nieuwsbericht wat mij heel erg opvalt. Ik verbaasde mij erover hoeveel mensen dan in één keer op het strand gingen wandelen. Dingen die ik wel doe, zoals het scrappen, NL Alert. Nou, nog een nieuwsbericht, nog een keer lege schappen. Het zijn wel dingen die indruk hebben gemaakt. Maar ook de wijze waarop wij nu leren. Mijn zoon, ik zelf aan het werk. Mijn dochter in bed naar school. Je wil het niet geloven. Berichten van het Rijk. Quotes die ik tegenkom. Stay home. Ook de leuke dingen. Dat we met z'n vieren tussen de middag op een doordeweekse dag tosti's eten. Gebeurt ook niet zo vaak. De eerste coronadoden bij ons in de stad. Ja, dat zijn toch wel dingen die je vast wil leggen. Nou, mijn man had zijn baard zelf getrimd. Ja, hij kan niet naar de kapper. Dus dan moet het wel gebeuren. Koning Willem-Alexander is in Zwolle in het ziekenhuis geweest. Een ziekenhuis wat redelijk dicht bij ons ligt. Heb ik vastgelegd. Dit is De Wereld Draait Door, de laatste aflevering. Ook wel heel erg bijzonder natuurlijk in deze tijd. Met een mooie tekst van Henny Vrienten. De laatste aflevering van Flikken. Mijn kinderen die nu meehelpen in het huishouden. Want normaal gesproken heb ik iemand die mij daarin ondersteunt die nu niet kan komen. Dus dan moeten de kinderen ook wat meer doen. Weer een persconferentie. Mijn dochter die les heeft. Zo leg ik dat in een soort journal vast. En daarnaast heb ik nog, en daar ben ik mee gestart in maart, een document our own life. Een beetje wat idee van de dagelijkse dingen vastleggen, omdat ik het zo belangrijk vind. En ik ben er nou in maart mee gestart, omdat het coronaverhaal toch wel een beetje de aanleiding is, maar ik hoop hier toch wel iets langer mee door te gaan. Ik ben nog wel halverwege maart, dus je zult ook zien dat het op een gegeven moment echt heel abrupt eindigt. Maar dat komt vast nog wel weer goed. Dit is mijn titelpagina van maart. En het weer van maart.
hoop dat het niet te veel schittert in de pocket. Maar mijn man moest een weekje naar het ziekenhuis toe. Daar rijden we hier naartoe. Nou ja, het coronavirus. De eerste patiënt die is overleden in Nederland. Het niet meer handen schudden. Mijn man weer een dagje naar het ziekenhuis. Dat het een pandemie is. Een grote persconferentie. En welke maatregelen zijn afgekondigd. De lege schappen. Thuisschool. Nou, hier komt de flattende curve ook weer voorbij. En hier heb ik het wat meer per dag gedaan. Maar ook de reguliere dingen dat mijn man een boompje snoeit. Een volgende persconferentie. Dat de scholen dicht gaan. Dat de musicallessen van mijn dochter niet meer doorgaan. En dat de pizzeria waar mijn zoon werkt nu echt alleen gaat afhalen. De toespraak van premier Rutte. Mijn werkplek. En daar ben ik eigenlijk gebleven, want hier zitten nog wat andere plaatjes achter. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef deze video dan een duimpje. En dan zie ik jullie een volgende keer. Doei!